Ongeveer 3 weken geleden was mijn poot goed in dit stadium. Als het dan in het donker blijft staan, groeien de kiemen door en gaan zelfs wortels vormen. Sommige zijn zo kiemlustig dat ze vast in de bak groeien. Om deze nog te kunnen poten, is het volledig afkiemen de beste optie. Voorkiemen is een beter alternatief. Veel licht en temperatuur laag houden. Ik heb de deuren en ramen van de kast altijd openstaan, zolang er geen nachtvorst is. De afgelopen 3 weken hebben de knollen sterke, korte kiemen gekregen, die later tijdens het poten niet afbreken. Hiermee hebben ze straks een behoorlijke voorsprong op niet voorgekiemde aardappelen. Zoals te zien reageren alle verschillende klonen anders en is al ongeveer te zien hoeveel stengels ze later gaan vormen. Als ik tekort knol heb voor een veldje, heb ik ze een aantal weken geleden al gesneden. Na het snijden druk ik ze weer op elkaar om een goede wondheling te krijgen. Ik snijd ze redelijk vroeg om de slapende ogen te stimuleren om los te komen. En in de lengte om een goede verdeling van de ogen te krijgen. Hier was een knol opengevallen na het snijden. En zoals je kan zien behoorlijk ingedroogd en oud geworden ten opzichte van de rest. Deze twee lijken wel verdacht veel op elkaar. Ieder ras heeft zijn eigen kiem, vergelijkbaar met onze vingerafdrukken. Om dit goed te kunnen bepalen, moeten ze onder gedimd licht opgroeien. Ook zijn er verschillen in snelheid van groenverkleuring. Hier de Aztec Gold. Hier een knolvermenging die ik er direct uithaal. Bedankt voor het kijken.